Nou, hoi Jimmy. Hoi. We zijn waarschijnlijk tot 1 september werkloos. Maar ja, we gaan er wel het beste van maken. We dachten dat het misschien wel leuk zou zijn als we soms een keer zo'n challenge doen. En ik vind het woord challenge eigenlijk niet zo leuk. Waarom niet? Nou, gewoon, ik vind dat het een stom woord. Wat zijn influencer, wij influencer, dat vind ik ook een stom woord. Zijn wij influencers? Mag het ook of niet? Nee, dat is... We zijn geen influencers. Zijn slechte influence, denk ik. Werden we laatst ook weer genoemd? Thuisgoochelaars. Thuisgoochelaars, ja. We zijn thuisgoochelaars. Ja. We gaan gewoon leuke dingen doen thuis. Ja, we gaan spelletjes dan. Eigenlijk een soort spelletjes met elkaar. Laten we spelletjes noemen. Spannende spelletjes. Spannende spelletjes. Spannende spelletjes. Steven en Jamie's spannende spelletjes. Oh ja. Steven verliest altijd met alles. Nee, niet waar. Is niet waar. Oké, ze is misschien een tikje intelligenter. Tik. Intelligent. Een tikje intelligent is. Alleen we weten dus nog niet waarvoor we strijden. Ik vond het dus heel grappig dat de verliezer... Nee, dat zou ik er niet in doen. Jawel, dat is ik ga niet in mijn bikini rondlopen. Nou, maar misschien heeft iemand anders wel een goed idee. Ik had bedacht dat de verliezer die moet in zijn bikini de kabouterdans gaan dansen. Op de dam. Maar Steve die dacht hij vond zichzelf niet goed eruit zien in bikini. Nee, ik heb geen mooi lichaam. Toch, Jamie? Ik vind het gewoon heel mooi. Kijk. Kan ik weer in mijn zak steken. Ja, maar in jou staat een bikini goed, maar staat een bikini niet goed. Oké, dan ga jij in bikini en dan ga ik in iets wat mij niet goed staat. Ja, maar alles staat jou goed. Kijk, zo doe je dat. Zo doe je dat. Zo doe je dat. Gewoon complimentjes geven. Misschien is het wel leuk als jullie iets bedenken. Ja, want ik blijf hierbij en Steve accepteert niet. Nee. Dus als iemand een goed idee heeft, laat maar weten. Houd het een beetje netjes. Het eerste wat we wilden doen, wat ons wel heel leuk leek, is eigenlijk het ouderwetse wedstrijdje wie kan het langste zijn lach inhouden. Ja. Blijft leuk. Maar dat is bij hem heel moeilijk. Ik kan heel goed mijn lach inhouden, maar als ik hem aankijk, dan moet je wel snel lachen. Waarom? Gewoon, je hebt een gekke hoofd. Dank je wel. Vanochtend moest ik ook lachen. Dat was natuurlijk naast mijn bak. We hebben daar 2 glaasjes water staan, die pakken we zo erbij. We nemen een hele grote slok water. 2 people, 2 cups. Gaat een moeilijkste. Laten we het 3 keer doen. 3 keer? En degene die... Dus 2 keer wint? Ja, of 3 keer. Die 2 of 3 keer wint. Ja. Maar ja, als je 2 keer achter elkaar wint, dan is het niet spannend meer. Nee, en dan eindigt het filmpje. Oké, nou, let's do this, hè. Let's go. Sorry, ik was even afgeleid. Dus de bedoeling is, wie het eerst lacht, is af. Daar gaan we. Ja, oké. Ik moet nu al lachen. Het is heel raar, maar er komt zo'n gevoel naar boven. 1, 2, 3. Ik dacht dat deze ga ik wel winnen, dacht ik. Hey Jamie, 1 puntje voor jou. Nou, ronde 2. Daar gaan we. Op 3. 3. Ik slik gewoon. Jamie, dat kun je niet maken. Nou, Jamie, laatste ronde. Oké. Okay. Moment suprem. Dit gaat om het eerste punt wat we echt kunnen verdienen. Ja. Jamie, zo. Daar gaan we. 1, 2, 3. Ah!
wie heeft er nou gewonnen? Nou, dit is dus een gelijkspel. Dat was wel gezellig. Zullen we zeggen allebei één punt? Ja. Als je nog een leuk, spannend idee voor een spelletje hebt, laat het ons dan weten. We moeten waarschijnlijk nog 60 spelletjes bedenken. Ja. Maar dit was een leuke. Fantastisch. Je bent helemaal nat. Maak er een mooie dag van. Ja, geniet ervan. Tot morgen. Speel leuke spelletjes. En tot de volgende. Peace. But not in my bed. Okay.